jongen die van harte gefeliciteerd. De lokale winnaar, altijd goed hier in Bosmeerse. Ik wens je heel veel succes in jouw verdere carrière. En geniet van deze overwinning. Nogmaals, de harte gefeliciteerd. Kijk eens hier, de felicitaties voor Jolie op. We zullen even plaatsmaken. Nogmaals. Ja, het ging al goed. Meteen vanaf de start al. Ik voelde al dat het goed was. Maar in het begin was het zwaar. Het is warm. En dat is niet echt mijn weer, maar het valt toch niet tegen. Dat is voor jou, je komt uit Stunnes, dus een thuiswedstrijd. Ging je vroeger, toen je jong was, ook altijd naar Daags naar de Tour? Ja, ik denk dat ik de laatste 5-6 jaar wel ieder jaar hier ben geweest. En ja, ik vind het wel mooi om te zien toen al. Toen fiets ik zelf nog geen wedstrijden, maar ja, hier is het eigenlijk wel gekomen dat ik ging fietsen. Want je zag al die mannen en je denkt, daar wil ik ook. Ja. En dus je bent nog niet zo lang bezig. Hoe gaat het? Hoeveel wedstrijden fiets je bijvoorbeeld in het jaar? Ik denk iedere week 1 of 2 wedstrijden in Nederland of België. Ja. En hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Vorig jaar was het wel wennen. Het was mijn eerste jaar. En toen ging het nog niet zo goed als nu, maar nu gaat het wel goed. Droom je ervan om straks ook in de Tour de France mee te doen? Ja, ik droom altijd. Of het lukt, dat is anders, maar we gaan er wel voor. Nou, stel dat het lukt, dan moet je wel elk jaar hier bij Daags naar de Tour terugkomen, hè? Ja, dat zal ik zeker doen. Je bent vast te bezoeken vandaag naar de Tour? Ja. Ja, dat mogen we wel zeggen, dat we nou een aantal jaren achter elkaar komen. En wat maakt Daags naar de Tour nou zo leuk? Nou, om al zeker wat er vanavond allemaal komt qua profs, om dan eens even te kijken hoe ze er allemaal uitzien na die afmattende rit die ze in Frankrijk gedaan hebben. Dus. Ja. Want Nederlanders die doen het op het moment ongelooflijk goed, hè? Het is niet te geloven hoe het allemaal gelopen is eigenlijk. Dat is heel knap van de mannen. En zeker van Tom Dumoulin natuurlijk. Na eerste Giro en dan nu dit weer presteren in de Ronde van Frankrijk. Ja, dat is heel knap. Ja, dat je de echte profs ook eens een keer van dichtbij ziet, hè? Dat maakt het leuk. Maar ik heb zelf ook altijd gefietst, dus het wielrennen interesseert me sowieso. Dus ik ga sowieso ook wel naar andere koersen kijken. Ja. We gaan natuurlijk een geweldig applaus laten horen hier voor de eerste drie. Voor Frank Visser, voor Ivo Kruisnaal-Hoestijnen en voor Edwin Arts. Je fietst allerlei wedstrijden. Wat maakt een criterium als boksmeer ook de moeite waard om mee te rijden? Ja, het is denk ik wel een van de mooiste koersen van het jaar. Het is gewoon een mooi parcours. Lekker zwaar. Veel publiek. Ook als je ochtends of vroeg in de middag al rijdt, ver voor de profs. De sfeer is goed. En wat Imo net ook al zei, het is bijna altijd mooi weer. Vorig jaar regende het dan een klein beetje, maar ondanks dat staan er toch een hoop mensen langs de kant. En dat doet toch wat. Daar rij je toch op een andere manier rond dan wanneer je voor 2 mensen een half paardenkop langs de kant staan rijdt. Ja, dan is het gewoon wel een stuk leuker. Zeker ook als er gewoon een groot startveld is. Er stond vandaag bijna 100 man aan de start. Ja, dat is wel een stuk leuker dan dat je met 20 man je rondje moet rijden.
Van Sponder kun je tijdsregistratie mee doen en snelheid en gewoon tijd. Over het algemeen is het de tijd. En is dat belangrijk voor de Tour, zou ik maar zeggen, hè? Voor de wedstrijd? Of zijn er andere redenen voor? Het is om de gegevens nauwkeurig vast te kunnen leggen. Maar qua rondes, als er iemand gedubbeld is, kun je ook zien van je bent gedubbeld. En anders kan je weer gewoon aansluiten. Ja. En als er straks een fotofinish wordt, dan kan dat er ook voor gebruikt worden? Ja. Gaat het goed? Want volgens mij zijn het er nogal wat, of niet? Ze zijn er over 95 of 96, dus valt op zich wel mee. Okay. Ik rijd voor MSD, Animal Health, hier in Boxmeer. We zijn met drie teams. En drie teams van drie mannen, we zijn met z'n negenen. Dus goed vertegenwoordigd. Je bent in de vrije tijd, stap je ook regelmatig op de renfiets? Ja, ik fiets graag. En ja, ik zit elke week nog wel een keertje op de fiets. Ik heb 2 jaar geleden voor het eerst hier meegedaan. Toen was het in het begin wel even... Even wennen, eventjes terugzakken om even het geweld op die fiets aan te zien. Maar vorig jaar bij het merk je eigenlijk wel gewoon dat je er meteen al in zit. Dus ik verwacht dat dit jaar gewoon meteen weer goed zit. Ik ben import voor de gemeente, dus ik ben via een medewerker van de gemeente ben ik gevraagd. Nee, ik ga lekker een rondje fietsen vandaag. Betekent dat de gemeente talent ingekocht heeft? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar ik ga niet voor de winst. Gewoon, wij gaan lekker gewoon in een pelotonnetje straks gewoon lekker onze rondjes draaien. Vorig jaar flink wat valpartijtjes gezien, dus ik was niet van plan om erbij te gaan liggen dit jaar. Dus, Onze toerrijder heeft grote plannen. Ja? Ja. En wat zijn die plannen? Nou, hij wil voor de winst, maar dat gaan wij niet redden, helaas. Nee, dat gaan wij helaas niet redden. Valse bescheidenheid of gewoon realistisch? Realistisch, ja. Absoluut. Heb je vorig jaar ook meegedaan? Ja. Wat was toen je ervaring? Dat er hard gereden wordt. Snel, snelle kopgroepen. En voor ons snelheden die wij heel even bij kunnen houden. Maar niet het hele terrein. Nee. Wel een leuk initiatief om zo'n bedrijf op elkaar te rijden? Ja, absoluut. Ja. Ja, heel leuk om te doen. Alleen wordt er denk ik te veel nog aan renners ingehuurd om het tempo op te Nou met de bedrijvenronde en dat is wel, ja, dat is super leuk, want je rijdt met een paar jongens en als Bram die derde wordt van ons eigen clubje, zeg maar ons tourclubje, ook uit Boxmeer. Van de Penning Sanidroom onder andere en ook van Inks John, Bram en sponsor en Mark ook. En daar hebben we ook een paar teams van hier mee rijden. Ja, en dat we nou en Bram ook op podium staan, ik op podium staan en dan nog met de twee teampjes, zeg maar, die ook met elkaar verbonden zijn. Ja. Ook op het podium staan, ja, super leuk. En gewoon één grote vriendenclub op het podium. Ja, een beetje wel. Ja. 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 Nou, hebben jullie ook van tevoren al voorbereid hiervoor? Van nou, zo gaan we het aanpakken? Of was het gewoon ieder voor zich en gewoon gaan? Nee, je spreekt wel een beetje af. Hè? Als iemand de kansrijke positie wegspringt, dan gaat de ander er niet zomaar achteraan rijden. Wel meespringen met anderen, maar niet zelf. En
Ja, in het begin reed ik samen goed met Bram voorin. En ik probeerde Bram al een keertje weg te laten rijden, maar dat lukte niet echt. En toen sprong ik daarna zelf weg. Ja, en toen heb ik ze niet meer teruggezien. En wat betekent daags naar de Tour voor jou? Ja, een van de mooiste dagen in mijn sfeer, denk ik. Ja, het is gewoon een supergezellig feestje altijd. En ja, ik heb zelf al natuurlijk vet fietswedstrijden. Ja, dan een feestje met fietsen als in de hoofdrol. Ja, dat is altijd leuk. Jullie hebben bij de dames vandaag en Boksmeer en nog een andere koers, dus hartstikke druk. Hoe is het om hier in Boksmeer te zijn? Ja, heel leuk. Ik vond vorig jaar al echt een heel spektakel. Dus het is ook weer prachtig weer, dus dat is ook alleen maar geweldig. Maar er is heel veel publiek. Het is ook heel goed om te zien dat er ook op het vrouwenwielrennen zoveel fans afkomen. Dus ik probeer er wel van te genieten, ja. Goed zo. En jullie zitten natuurlijk midden in allerlei wedstrijden. Volgende week is er het Europees kampioenschap, heb ik begrepen. Is dit ook een soort van training of hoe werkt dat? Ja, ik probeer het wel als training te zien. Zo'n wedstrijd als vandaag, dat probeer ik echt in mijn trainingsschema te passen. Inderdaad, omdat volgende week is het Europees kampioenschap en gisteren zijn we uit Londen komen vliegen. Dus je maakt het gewoon zo dat het past. Ja. Ik vind Boksmeer altijd leuk. Is het natuurlijk een bijzonder criterium om te zijn. En achter de Deurne is voor ons ook wel een keer leuk, wat anders. Ik vind het leuk. Volgens mij was het 2 jaar geleden hier in Boksmeer ook. En dat, nou, ik rijd wel eens achter de scooter met mijn schoonvader voor snelheidstraining. En dat lijkt er wel een beetje op. Maar een Deurne is toch wel wat anders op een afgesloten parcours. Ja. Het lijkt wel of elk jaar ook voor vrouwenwielrennen meer aandacht komt. Dat moet ontzettend fijn zijn. Ja, en zeker bij zulke criteriums in Boksmeer, maar ook in andere plaatsen straks. Waar er heel veel mensen zijn, dan merk je het ook wel. En dat is echt wel leuk om te zijn en om een wedstrijd te kunnen rijden. Ja. Nou, je merkt gewoon dat het leeft. Dat het niveau ontzettend hoog is in Nederland momenteel. Dat we op alle flanken zijn er toppers. Klassieke renners, etappekoersen, mannenwielrennen, vrouwenwielrennen. Overal doen we mee. En het is wel mooi dat het publiek dat ook ziet en zo waardeert. Je moet je renner aanvoelen wat ze kunnen in dit geval. Of wat hij kan. Maar dat blijft altijd moeilijk. Want ik bedoel, je wilt er ook winnen. Alleen het enige is, ik probeer altijd te zeggen, het enige wat je moet zeggen is ho. En als het niet meer gaat, dan houd het op en dan probeer je het zo goed mogelijk af te maken. Maar het gevoel, zeker op de weg, dat je niet te hard uit de bochten gaat. Want als je daar te hard aan moet zetten, dan ga je sneller kapot. Maar ja, als je met Blaak rijdt, ja, dan kan die gewoon helemaal open, weet je. Dus dat maakt allemaal niet uit. Ja. Dus je hebt natuurlijk altijd wel gradaties in coureurs. En dat weet je zelf, maar als je ze met dit weer lekker spaart en je probeert natuurlijk in de laatste 5 ronden weg te rijden, ja, dan is de kans van slagen met een Ellen van Dijk en Vossi, ja, dat is 99%. Radio Tour de France heb je een keer een opmerking gemaakt van, goh, hoe zou het zijn om mis te zijn? En nou, ja, ben je hier? Nu ben ik hier. Ja, het is echt heel grappig gegaan. Want het was helemaal, het is een keer een opmerking gemaakt. En dat is heel snel opgepikt door de Ronde van Boksmeer. Dus vrijdagochtend werd ik gebeld of ik echt wilde. Ja, ik wilde het wel een keer meemaken. Ik wil een keer in mijn leven ronde mis zijn geweest. Dus sta ik hier. Ja, het is echt lachen. Ja, heel leuk. En je hebt nou al een beetje de sfeer kunnen proeven. Hoe vind je het? Ja, ik vind het elke keer weer verbazingwekkend. Ik hou heel erg van het geluid sowieso van het wielrennen. Zometeen hoor ik verheug me nu op de wind die gaat komen. Dit zo. En ik vind het zo gemoedelijk altijd. Dat vind ik echt heel erg fijn. Ik vind dit heel spannend, weet je wel. De auto komt eraan en dan voel ik het nu al. En dan hoor je zo dat ze daar komen. Zo. Dit vind ik echt geweldig, dat brommertje. Daar ga ik volgend jaar Robert mee erop laten zitten. Zo'n brommertje. Ik vind het echt wel. En, maar
ik vind de sfeer zo heel gemoedelijk. Het is heel makkelijk toegankelijk en zo. En het is van jong en oud. En het is echt een volksfeest, vind ik. En dat vind ik echt heel erg mooi. Als je zo Parijs binnenrijdt, dan valt er toch wel wat spanning van je af. En ben je blij dat het erop zit. En dan weet je ook dat de criteriums eraan komen. Is natuurlijk Boxmeer altijd. Een beetje traditie inmiddels. Ik denk dat ik hier al 5, 6 jaar elk jaar aan de stad heb gestaan. En ja, altijd leuk, altijd goede sfeer. Hoort erbij. En ik ben blij dat ik ook weer een uitnodiging heb ontvangen dit jaar. En hopelijk kan ik me goed laten zien in de koers. Ja, ja, want het is sowieso weer druk. Het wordt elk jaar drukker. Naarmate jullie beter doen, dat merk je eigenlijk meteen in de criteriums, denk ik, of niet? Klopt. Je merkt het nu ook. Als je al binnenkomt, Boxmeer binnenrijdt, dan zie je gewoon al dat het druk is. En dat is een mooi teken, denk ik. Een soort van waardering voor wat... wij als renners, Nederlandse renners in de Tour de France hebben laten zien. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Je ziet ook veel jeugd komt er ook altijd op af. Dat is denk ik ook goed voor het Nederlandse wielrennen, voor de toekomst. Misschien dat wij met onze goede prestaties in de Tour ook weer jeugdige renners kunnen inspireren. En misschien over 10, 20 jaar zelf in de Tour actief kunnen zijn. Dus dat is zeker hartstikke mooi. En ik denk dat met het Nederlandse wielrennen gaat het op het moment van hartstikke goed. Goed. Het is natuurlijk heel hectisch geweest de afgelopen weken. En dan heb je vandaag eigenlijk een halve dag wat rust en dan ga je nu weer de nieuwe hectiek in. Maar dit is wel mooi om te doen. Ja. Valt het dan, ik kan me voorstellen dat je ook wel in een soort van gat valt na zo 3 weken met elkaar toeren. Of valt er wel mee? Is het ook wel lekker? Nee, nu moet je eigenlijk wel door. Dus echt een gat vallen doe je niet, omdat je gewoon bezig bent. Ja, het blijft druk, maar dat is alleen maar mooi om te doen. Ja. En daags naar de Tour, wat vind je daarvan? Ja, dit is altijd de eerste, hè, naar de Tour gelijk op maandag. En dan zijn de mensen, lijkt het, het meest enthousiast, dus het is alleen maar mooi om hier te rijden. Ja. Ja, was super mooi. Ja, dat had ik vooraf nooit kunnen indenken dat ik op het podium zou staan, zeker na zo'n zware Giro. Dus ik was wel super blij mee en ja, heel mooi dat ik me vandaag kan tonen in Boxmeer. Ja? Ja, ja. Vind je het leuk om hier te zijn? Nou, ik vind het vooral heel leuk je ziet wel dat het enorm heeft geleefd in Nederland. De hele Tour de France, niet alleen van mij, maar ook van Steven Kruijswijk en van Dylan Groenewegen. En alle andere Nederlanders. En dat is wel heel leuk dat we ons dan kunnen laten zien na de Tour aan het Nederlandse wielerpubliek. Ja, want het is echt gigantisch druk. Hè? Het is ongelooflijk hoeveel mensen gekomen zijn. Wat is het geheim van jullie generatie? Ja, ik weet het niet. Ik vraag het mezelf ook af. Ja, soms heb je blijkbaar een generatie die gewoon... heel leuk meedoet om de knikkers en soms niet. Nu deden we 30 jaar geleden heel goed mee en in de tussentijd wat minder. En nu zijn we weer aan het opstomen. Dat is mooi om te zien. Ja. Ga je vanavond winnen in Boxmeer? Ik hoop het, ja. Ik ga mijn best doen, maar ik moet van Dylan Groenewegen af. Want die is te rap in de sprint. Ik ga mijn best doen, maar er zijn veel goede renners. Hè. Dat was vorig jaar ook, maar vorig jaar kon ik winnen in het sprintje. Gaan we dit jaar weer proberen. Ja. Gaan we best doen. Ja.
We gaan een geweldig applaus laten horen nogmaals voor de zevende revue. Hartelijk dank voor het feit dat jullie in Boksmeer zijn willen komen rijden. Maar ik denk dat jullie Frans al in de buurt hier. Voor Bouke is het wat verder rijden. Maar voor zijn thuis publiek. Maar voor Steven en voor Tom is het een thuiswedstrijdje in Zuid-Nederland. Heel leuk. Maar we hebben enorm veel bezoekers. Meer dan dat we volgens mij ooit gehad hebben. En wij zijn trots. Dat jullie hier de dag gewoon na die tour weer hier fris en frank weer. En althans, zo lijkt het dan aan de stad staan. Aan de vier daar zullen jullie wat geleden hebben. Maar jullie zijn toch aan geweest en daarvoor heel bedankt. En ik wil natuurlijk ook het bestuur van de Stichting Wielerbonden heel erg bedanken. Want die hebben met elkaar en met de vrijwilligers en met de technische commissie in keihard gewerkt om het geld van de sponsoren hebben opgebracht. Ik vond het een mooie avond gemaakt. Heel veel dank daarvoor. De winnaar naast de Tour 2018. Een mooie schaal met het baan van de gemeente Boksmeer. En het refrein van ons volkslied. Dat is jouw prijs die ik jou even mag geven. Zelf wil ik ook allemaal alle sponsors even persoonlijk bedanken. 18 jaar heb ik op de fiets gezeten. Ik ben heel vaak in Boksmeer geweest. Het was altijd erg fijn om hier te komen. En daarvoor wil ik even bedanken. En dat ik vandaag Tom en Bouke kan kloppen, dat is natuurlijk volledig terecht. ik heb Jaron Thomas Ronda gegeven om zijn volledig geslopen in de Tour. En dat is gelukt. En daarom word ik vandaag met de bloemen naar huis. Ja. Waarvoor dank. Ja. Ook namens mij en ik denk namens alle renners hier. Ook bedankt voor het warme welkom vandaag. Het was super mooi om te zien hoe de Tour geleefd heeft in Nederland en in Boksmeer. En daar zijn we jullie dankbaar voor. Bedankt namens ons vieren en namens alle renners. Hoe was het vandaag in Boksmeer? Volgens mij gekkenhuis, of niet? Ja, het was echt bizar druk. Echt het was, ik heb het nog nooit zo druk gezien. En dat is leuk. Het is een verdienste van de Nederlandse renners natuurlijk, die het zo goed hebben gedaan de afgelopen jaren. En schitterend om te zien dat het dan weer zo leeft. En ik hoop dat de mensen er ook van genoten hebben.